Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft vandaag het jaar 2019 feestelijk afgesloten. Minister Edgar Dikan haalde bij de gelegenheid de verworvenheden van het ministerie aan over het jaar 2019. Daarbij ging hij vooral in op de inzet van de ambtenaren die gewerkt hebben aan de totstandkoming van de conceptwet grondenrechten. Ook is de minister ingegaan op het feit dat medewerkers van de bestuurdienst uit het visobetalingssysteem zijn gelicht. De bondsvoorzitter van regionale ontwikkeling, Glenn Swamiprasad, is enorm trots op de minister. Hij haalde aan dat de wens van de ambtenaren van de bestuurdienst pas dit jaar in vervulling is gegaan. Minister Dikan drukte de medewerkers op het hart om voorzichtig te zijn de komende dagen in het nieuwe jaar met frisse moed te beginnen.